Je kan kiezen om 12 te gaan, maar je kan ook 8 doen. Nou, dan doe ik 6. Grote mannen. Hoe lang mag je eigenlijk een tampon in hebben? En die sportlegging scheen dus heel erg door. Je pil hoef je niet meer te trainen hoor, schat. Ik voelde me zo stom daarna. Hoi allemaal en leuk dat jullie weer kijken of luisteren naar een nieuwe aflevering van So What. Ik ben hier vandaag met Luna. En Noah. En ik ben Julia. En we gaan het vandaag hebben over sport. Yes. Yeah. Maar sport eerst, queens. Hebben jullie nog een So What the Fuck momentje of iets meegemaakt? Ja. Ik heb echt sinds dit weekend zo mega van last van mijn hooikoorts. Oh. Ik weet niet wat het is. Hoor het een klein beetje aan je stem. Ik ben helemaal gewoon... Alles zit vast. Ik heb er hoofdpijn van mijn ogen. Ik heb lenzen, dus ik kan ook niet echt... Ja, het is gewoon eigenlijk... Terwijl, je ziet het niet echt bij jou. Normaal heb je toch ook dat mensen hele rode ogen. Ja, nee, inderdaad. Oké, gelukkig. Het ziet er niet uit alsof je doodgaat. Oké, ja. Maar dan Nee, maar mijn medicijnen was ook op. Yes. Nice. En jullie? Nou, ik was jarig. Ik ben 22 geworden. Ik voel me zo oud of zo. Dat is natuurlijk echt niet zo, maar... Ik denk dat het is dat je tot en met je 21ste echt zo bent van... Yes, ik word een jaar ouder. Dat je dan heb je nog wat, zeg maar van... Oh, nu mag je uit in Amerika, nu mag je drinken in Amerika... Maar nu is het echt zo van, niet dat ik het daarvoor doe of zo, maar 21 is zo van, oh ja. Ja, het is wel een mijlpaal. Ja. Sommige clubs zijn ook 21 plus en nu is het echt zo 22. Ja, dat hoeft van mij gewoon niet. Ik wil gewoon een beetje 21 worden. Ik zei ook altijd, ik zou echt willen dat ik altijd 21 was. Ja, ik snap dat. Nou, ik ben 21. Jij. Jij hebt ook bijna jarig, toch? Ergens in augustus. Nee. Ik ben voor altijd 21. Nee, ik ben in augustus wel augustus, ja, zie je dat. Duurt nog wel even. Jij wordt dus ook 22. Uiteindelijk wel, als het goed is. Echt knap dat ik dat weet, hè. Want ik ben zo slecht met verjaardag onthouden. Ik zou ook echt niet weten welke datum. Ik denk 16 augustus. Of niet? Zeg ik dat niet? Nee. Ik echt... Wanneer wil je dat doen? Laat maar raden, 23. Ja! Echt? Nee! Ja. Dit was echt, ik zweer, dit was echt... Nou, jij kent mij ook al 8 jaar, dat mag ook onderhand. Ik zweer, dit was echt een gok. Ik wist wel dat het misschien een beetje eind augustus was, maar ik wist het echt moet niet. Ook wel dat je dit weet. Nee, maar ik ben echt slecht met verjaardagen. Ja, echt heel slecht. Ik ook, maar ja, weetje. Ik check nog steeds Facebook. Dat is de enige reden waarom ik nog Facebook heb. Ja. Zodat ik iedereen's verjaardag kan zien. Oh, of ik zoek op Snapchat en dan kijk van, staat er een taartje achter jouw naam? Taartje. Ik heb dat ook bij jouw verjaardag gedaan, Luna. Ik zo, wacht, Luna weet ik het zeker? Ja, klopt. Oh, ik kreeg van Jules zo'n leuke spraak mee in de ochtend. Zou ik hem even laten horen hier in de podcast? Nee. Ja, dat is leuk. Okay, maar niet de hele, doe maar nee, het begin. We doen alleen het begin. Oh, dat vind ik heel erg, maar ik doe het bij al mijn vrienden. Mijn vriend kent Julia ook gewoon heel goed. Hij zei echt, wie is dit? Ik sliep dus al om 12 uur, maar... Kop van de kat is jarig en zijn pootjes vieren feest. Het staartje mocht niet meedoen, want hij was pas geweest. Ja, er liggen nog 2 minuten door. Het gaat nog door, het wordt erger. Ik heb het helemaal afgeluisterd, maar ik vond het erg. Ik maak al een soort van trapversie van de kop van de kat voor al mijn vriendinnen. Ja, dat is tof. Dat is gewoon uit liefde. Ik vond het echt het leukste verjaardag. Maar dan word je wel gelijk echt leuk wakker. Ja, ik ben heel leuk wakker. Waarom? Nee, maar het was... Ik had echt hele wildspan. Ik dacht, ik had eerst een heel leuk diner met al mijn vriendinnen. Dat was super gezellig. Toen dacht ik daarna, ik ga nog lekker uit eten met mijn vriend. En dan de avond nog naar een feestje. Nou, ik kwam thuis om 8 uur en ik ben in slaap gevallen op de bank. En ik werd ergens de volgende ochtend om 10 uur 's ochtends wakker. Helemaal krokant. Helemaal krokant. Zo'n mascara nog op. Nee, dus het was een geslaagde dag. Maar ik heb niet heel veel meer gedaan. Daarna. Goed zo. Heerlijk. En hoe was jouw weekend? Nou, mijn weekend was ook leuk. Het is lekker weer. Lekker feestjes weer. Jouw verjaardag. Ik had nog een paar andere verjaardagen. Iedereen is opeens jarig. Maar ja, wel gezellig. En ik heb dus een zowat vak momentje. Er is een pizza restaurant in Amsterdam. En dat is de nummer 1 pizza van Amsterdam. En een nummer 6 pizza in Europa. Zeg maar, er is een wedstrijd gedaan. Die winnen elk jaar die prijs. En je moet 3 maanden van tevoren reserveren. Ze zitten helemaal vol. Oh, waar zit dat dan? Volgens mij dus op de Bilderdijk gewoon of ergens, maar wel dus in de stad. En ik had dus... Oh, ik ken deze. Hoe heet het dan? Nea. Nea. Ja, het is zeg maar... Nea Pizza. Nea heet het. Oh. En ik heb dus 3 maanden geleden dacht ik, fuck it, ik reserveer gewoon voor 2 mensen. En het enige, wel. Het enige tijdslot wat ik dus kon kiezen was ook zeg zo 5 uur, 5:30, zeg maar. Ja. Dus ik had gereserveerd. Toen dacht ik, wacht, is dat niet bijna? Het ging kijken. En dan is het vanavond. Oh, wat leuk. Ik ben zo benieuwd of het er iets is. Je kan er inderdaad echt nooit zitten. Of je moet echt geluk hebben dat je daar komt. En dat er toevallig iemand is die niet is. Ja, maar ik denk... Maar ik heb wel zo'n pizza afgehaald. Dat kan dus ook. Maar dan moet je ook echt een 30 minuten voor wachten. Maar ik wil wel de experience.
Ja, dat ik vind dat afhalen haalt altijd... Ik ga ook niet Loetje afhalen of zo, weet je wel. Nee, ja. Ik ga er alleen heen omdat ik gewoon ergens wil zitten en ik wil... Ja. Lekker. Tiend worden. Ja. Lekker. Ik wil zien dat die pizza uit de oven komt. Het is gewoon een experience. Heerlijk. Dus ik ben heel erg benieuwd. Laat maar weten of het lekker is. Ga ik zeker doen. Ik denk het dus wel echt. Maar ik heb wel mijn verwachtingen hier zitten. Ja. Maar goed, dan mag ook. Ja. Ja. Maar misschien is dat juist niet goed. Ik heb altijd, als ik hele hoge verwachtingen heb, dan is het altijd van, oh. Oh. Wat is het? Minder. Ja, dan valt het misschien tegen. Ja. Ewa, ja. Oh mijn god, jongens. Ik heb echt zoiets gênants meegemaakt in de sportschool van de week. Echt, het past echt best wel goed weer bij het onderwerp, want het gaat natuurlijk hebben over sporten. Ja. Maar, ja, maar eerst moeten we eigenlijk heel eventjes, dat gaat zo, ik wil zo meteen jouw verhaal horen, of 5 minuutjes. We gaan eerst even onze rubriek. Ja, het is heel even tijd voor de rubriekie. Rubriek, oké, jongens, blijf luisteren, want als jullie mijn spannende verhaal willen horen, die komt zo. Oké, nou girls, het is weer tijd voor ons favoriete rubriekje, Durf te Vragen. Hierin gaan we jullie vragen beantwoorden over menstrueren. Het is in samenwerking met Ali Feminax. Laten we lekker gaan beginnen. Hoi, René hier. Ik heb een vraag over de duur van een tampon. Op de eerste dagen bloed ik meer dan op de laatste 2 dagen. Daarom draag ik mijn tampon die laatste 2 dagen ook langer. Maar hoe lang mag je eigenlijk een tampon in hebben? Ik snap helemaal wat je bedoelt, want je wil hem natuurlijk ook niet gortdroog eruit trekken. Ken je dat? Ja, dat, ja. Dat is naar. Echt, ik voel dat gewoon nu. Het gaat echt door merg en been. Ja. Dat wil je niet, maar je moet hem zeker niet te langer in laten zitten, want daar kunnen gewoon bacteriën gaan broeien. Dus ja. Broeien, ons favoriete woord. Ja, broeien is zo naar woord, maar het is wel zo. De broeikast. De broeikast. het broeikaseffect. Ik zou hem rond tussen de 4 en 5 uur, daarna moet je hem echt wel verschonen. Zeker. Ik deed vroeger, had ik ergens gelezen dat het zelfs 8 was, maar voor de zekerheid... Echt niet langer dan dat. Ik zou hem eigenlijk om de 5 uur even... Ja, ik doe ook altijd rond de 5 uur. Ja. En anders kan je ook een maatverbandje in doen als je geen droog tampon eruit wil trekken, maar net niet genoeg bloed. Dat zou ik. Maar maatverband moet je natuurlijk ook wel verwerken. Ik vind sowieso op het eind soms fijner om maatverband te dragen, om die reden, zeg maar. Ja, dat doe ik ook altijd. Hi! Een hele enthousiaste hi staat hier. Superleuke podcast, wat lief. Vraagje uit Deventer. Ik ben nu 2 jaar ongesteld. Ik heb een mandje gekregen van mijn moeder met allemaal menstruatiespullen, zoals tampons, maandverband en een pakje Ali Feminax. Als ik pijn krijg. Maar van hoeveel pijn kan ik deze slikken? Kijk eens wat ik hier heb. Wauw, wat zo mooi. Jij bent helemaal matchy vandaag. Ik zweer het. Jij bent helemaal in de kool. Ali en ik zijn 1. Ja, ik zie het. Goed, dit wist ik helemaal niet. Nou, top. Anyway, continue. Hier heb je een Alifi. Eerst even zien. Alifi. Alifi. Ik kan me wel voorstellen als mensen willen zien hoe dit eruit ziet. Oh, dit is helemaal leuk in kleuren thema. Dit is heel cute. Ja. Leuk. Het zijn ook blauwe pillen. Blauwe pillen. Blauwe pillen. Nee, ze zien er prachtig uit. Ze zijn goedgekeurd. Gelukkig maar. Nee, maar wat lief dat je moeder als eerste je een mandje hebt gegeven met allemaal cute spullen. Ja, ja. Dat zou ik ook doen als ik mama. Ja. Wat ik niet wil. Ja, dat zou ik ook doen. Ik denk dat het echt zo'n leuk moment dat je je dochter even kan helpen. Ja. Maar je kan je beginnen met 2 pillen. En dan na 8 uur kan je bijvoorbeeld... Mocht het nog niet weg zijn. Mocht het nog niet weg zijn, kan je er nog 1 bij nemen. Als je echt merkt dat je pijn krijgt, dan... Kan je altijd dus beginnen met 2 pillen en dan, mocht het niet weggaan, dan na 8 uur nog een pil bijnemen. Ja. Maar ja, stel je voor dat je echt op een gegeven moment je zorgen maakt of heel veel pijn blijft houden of zo. Je kan altijd even naar de huisarts gaan en overleggen wat voor jou het fijnst is. Maar dit is iets dit wat... Dit is een hele goeie. Voor veel mensen helpen. Kan je gewoon bij de drogist halen ook, dus het is niet een hele opgave. Nee. Top. Top. Volgens mij is zelfs bij de supermarkt. Wat ook goed is om te vermelden is, Ali Feminax is een geneesmiddel en dat bevat naproxen. En voordat je het gaat gebruiken is het altijd wel goed om even de bijsluiter te lezen. Oké, de laatste. Hey dames, ik wil graag in de zomervakantie meer naar buiten en niks missen vanwege mijn menstruatie. Hebben jullie tips zodat ik niks hoef te missen? Oké, goeie. Ja, sowieso is bewegen en buiten zijn juist goed, hè? Als je, ja, zeker, zeg maar, in je menstruatie... Lekker naar de festivals. Ja, nee, maar oprecht, dat is wel echt beter als je blijft bewegen. Want als jij verkrampt op de bank gaat liggen, heb je meer pijn dan... Ja, dan voelt niemand zich beter door. Als je buiten bent, dus dat is sowieso... Maar soms is dat wel moeilijk, want ik kan wel begrijpen dat, zeg maar... Dat als de pijn zo erg is, je daar echt geen zin hebt. Ook al is het dan goed of zo. Ja, maar je hoeft natuurlijk niks te missen. Het is wel goed als je eventjes wat rust inbouwt voor jezelf. Maar weet je, maandverbandje, tamponnetje erin. Veel water drinken, dat is echt een goede tip.
Ja, water, en als je denk ik echt kramp hebt, kan je gewoon een Aleve nemen. Mm-hmm. En daarna lekker good to go, I guess. Ja, en het is natuurlijk ook bloedverminderend. Dus ja. Je ongesteldheid hoef je zeker niet tegen te houden. Ook niet in de summertime. Nee. Dat kennen wij gewoon maar, niet. Maar zoals Noah net zei, soms is het ook goed om even lekker op de bank te zitten. En ja. Als je ja even 1 of 2 dagen dan misschien iets niet kan doen, zeg maar. Ja. Dan is het zo. Be it. Ja, dan toch? Ja. Oké, guys, dit was hem weer. Als jullie nou een leuke vraag hebben die dringend beantwoord moet worden, stuur ons een DM. En wie weet beantwoorden wij hem in de volgende podcast. Yes. Ja. Nou, dat was hem weer voor vandaag. Oh, Luna, ik wil oprecht heel erg graag weten wat jouw gênant sportverhaal was, want ik heb het nog niet gehoord. Dus ik was van een week aan het sporten bij onze favoriete sportschool, waar natuurlijk heel Amsterdam sport. Yeah. En ik doe altijd gewoon een sportlegging aan en ik had een nieuwe. Maar ik ga dan niet helemaal kijken, oh, hoe zit het leuk? Ik denk gewoon, hij past. Hij zit. Let's go naar de sportschool. Dus ik heb ook totaal niet gekeken of zo. Dus ik sta gewoon in de sportschool en ik zie echt al veel mensen een beetje kijken of zo. Dus ik dacht van, het gaat goed, weet je. Het gaat goed. Maar ik dacht van, weet je, het zeg maar, is niet zo, valt niet zoveel te zien of zo. Dus ik dacht van, en toen was ik daarna koffietje halen met iemand, met een vriendin van mij. En zij zegt zo, Loen, ze zegt, ja, het ziet er heel mooi uit door die legging, maar ik had zo'n gele string eronder aan. En die sportlegging scheen dus heel erg door. Hij was zeg maar gewoon echt van slechte kwaliteit. Ik ga maar niet zeggen van welk merk het is. En je ziet gewoon, het was, en je had van die hele kleine stippetjes erop. En je ziet gewoon, ze zegt zo, Loen, het schijnt echt heel erg door. Dus zij maakt zo'n foto ervan. En je ziet letterlijk gewoon mijn hele streep door die sportlegging heen. En ik heb daar gewoon 1,5 uur mee staan sporten in de David Lloyd. En ik had ook gewoon een soort kort topje erover. Dus ik had ook niks wat er overheen zat of zo. Nee. Ik voelde me zo stom daarna. Ik dacht echt, ja. Nu snap ik ook waarom al die mensen mee zaten te kijken. Ja, die dachten waarschijnlijk, wat doet zij nou weer? Maar dat ons allemaal. Ja, ik vond het heel stom. Welke kleur was die legging? Een beetje nude-achtig. Ken je? Ik ken hem niet. Ik heb je niet... volgens mij ga je hem ook niet meer aandoen. Dus ik denk niet dat nee, maar misschien dat het met een soort van een normale string... Dat het daar lag. Zo. Maar het scheen echt heel erg door. Nou, dat is niet top. Dat is niet top. Dat is niet top. Nee, echt niet top. Echt zonde. Nee, sporten jullie eigenlijk veel? Ja, ik sport best wel veel. Ik doe Pilates. En, ja, ik wil dat doen. Is dat Pilates? Ja, het is zo leuk. Ja? Ja, ja, leuk. Ho, eens even. Ho, nou. Nou, Nee, maar het werkt heel goed. Het is heel efficiënt. Okay. En ik vind het ook nice, want ik hou niet van groepslesjes. Ik vind het ook heel irritant als iemand dan tegen me schreeuwt. En als ze dan zeggen van, je kan kiezen om 12 te gaan, maar je kan ook 8 doen. Nou, dan doe ik 6, zeg maar. Dat doe je niet dat iemand naast mij staat te schreeuwen van, cool. Dan denk ik, nee, hij heeft mail. Bij Pilates is toch ook meer voor de kleine spieren in je dus het is niet per se dat je het echt heel erg gaat zien, maar je wordt vooral veel sterker. Maar je gaat het eigenlijk juist zien omdat het die kleine spiertjes zijn. Zeg maar. Dus het is echt heel nice om echt heel toned te worden. Dus dat vind ik heel, heel nice. En dan doe ik ook fitnessen. Denk ik 4 keer per week of zo. En dan jij gaat wel echt vaak. Wij sporten ook bij dezelfde sportschool. Dan loop ik echt zo naar binnen en zie ik jullie altijd echt zo. Dan doe ik zo. Ja, wat goed is dat? Nee, natuurlijk ook. En jij nou? De laatste tijd eventjes wat minder. Maar op een gegeven moment ging ik wel echt ook weer 4 keer in de week. Maar ik heb altijd gedanst. Dus ik hoefde nooit echt daarnaast te sporten. Ja, want ik ging toch al 5, 6 keer in de week dansen. En daar kreeg ik ook, zeg maar, krachttraining, stretch. Alles kreeg ik daar. Mm-hmm. Dus ja, toen was het wel een beetje toen ik stopte. Dat ik dacht, oké. Pardon, hè? Hi, jongens. Ja. Ik ga naar de sportschool. En ja, toen deed ik natuurlijk wel een beetje mijn eigen ding. Maar dat was niet echt... Nee. Gym. Ja. En sinds dit jaar ben ik wel een beetje meer begonnen met echt krachttraining en dat is nice. Ook wel cardio. Dus ik ga, maar nu heb ik natuurlijk Bowie, die kan niet alleen blijven, dus dan kan ik niet naar de gym. Maar hij kan nu een uurtje, dus dan kan ik een uurtje naar de gym. Dat dus dat ga ik zeker doen weer. Want ik mis het sport. Ik vind het echt heel lekker om te sporten. Ja. Jij draait ook best wel veel. Ook bijvoorbeeld dan deze week, dat zag ik volgens mij op je Insta, dat je echt zo maandag, woensdag, donderdag, vrijdag, dan lijkt me het zo vermoeiend als je dan in de nacht de hele tijd werkt, om dan overdag ook nog te gaan sporten. Dat is best wel vermoeiend voor jullie. Ja, maar ik vind het wel lekker om een soort van sporten dan in te plannen, want dan heb ik ook iets om op te staan of zo, dat ik weet van oké, ik ga om 10 uur sporten en daarna begint mijn dag, want dan ben ik wakker, dan kan ik gaan of zo. Dus ik vind dat wel lekker.
Ja, maar ik moet wel gaan, zeg maar. Ja, dat is wel nog één ding, om wakker te worden. Maar nee, ja, dat komt wel goed. Het lukt wel op zich. Maar Pilates vind ik, dat wil ik ook echt gaan doen. Dan moet je echt, ik vind dat zo chill. Dat lijkt me echt nice. Het is heel nice. Ik heb ook, zeg maar, dat als ik een dag niks ingepland heb, en dan voel ik me heel snel heel nutteloos en slecht over mezelf. En als ik dan heb gesport, dan denk ik, ja, maar ik heb wel gesport. Ja. Dat heb ik dus met sporten overdag. Ik weet niet wat het is, maar... Ik vind het gewoon, ik voel me gewoon stom of zo als ik om 2 uur in de middag ga sporten. Hoezo? Ik vind dat ook gewoon. Ik doe dat juist. Ik weet niet wat het is. Misschien omdat ik dan het gevoel heb van, dan ik sport best wel lang meestal, omdat ik neem heel veel rust dus door. En soms, je hebt ook zo'n smoothie bar bij ons de gym, soms ga ik gewoon even een half uurtje daar zitten. Maar dus ik ben gewoon 1,5 uur weg of zo. Of je hebt ook nog een sauna daarna, dan ben ik ook nog 2 uur daar. Of, dus ik ben altijd, het is gewoon een heel dag uitje. Nee, maar als ik om 2 uur ga sporten, dan ben ik weer 1,5 uur thuis. En dan denk ik, ja, de dag is nu alweer bijna voorbij of zo. Ik hou veel meer van of in de ochtend sporten of in de avond. Het enige probleem is dat sommige dagen bij ons sportschool de avond... is heel Amsterdam in die gym. Ja, je moet gewoon avond. Vreselijk. Ja, ik weet niet wat dat is met de maandagavond. Iedereen denkt dan een soort van nieuwe week, let's go. En maandagavond is standaard zo druk. Het is verschrikkelijk. Ja. Ik snap dat niet. Zo, de maandag na nieuwjaar. Was het een druk? Niet normaal druk. Ja, iedereen heeft natuurlijk... Niet normaal druk. Ik zei toen ook, toen volgens mij in de podcast... Dat is gewoon niet grappig. Want je staat gewoon een uur naast een apparaat te wachten voordat je mag... Zo en, awkward, want dan sta je daar zo van, ik wil niet je haasten, maar rot op. Maar je weet dan altijd, dat is dan altijd even 2 maanden. En na 2 maanden haken de meeste mensen weer af en dan wordt het weer wat rustiger. Maar nee, dus ik vind het wel... Kijk, ik kan in de middag gewoon sporten, want ik heb in de middag gewoon tijd. Dus vaak doe ik het ook wel, maar dan probeer ik gewoon net om voor 12 of zo, gewoon om 11 nog in de ochtend. Ja, dat doe ik ook meestal, dat vind ik wel een lekkere tijd. 12. Vind ik gewoon net wat chiller, kan ik gewoon daarna mijn ding doen en heb ik nog... Ja, ik weet het. Ik krijg midden op de dag. Ook omdat ik zeg maar, ik heb altijd dan, doe ik overdag mijn dingen. Niet als het zomer is, want dan is middelopdag natuurlijk het warmst. Dat gaan we niet doen. Maar dan denk ik van, ik heb een hele korte spanningsboog. Een soort van ADD, ADHD ergens. Dus ik kan niet te lang iets doen. Dus als ik dan weet van, oké, ik ben aan het werk voor iets. En dan kijk ik heel erg uit naar het feit dat ik dan van 2 tot 4 naar de gym ga. En dan dat ik voor mezelf weer kan zetten van, dan kan ik even helemaal mijn energie kwijt. En dan kan ik daarna weer door of zo. Ja. Ja. Mindset. Worden jullie wel eens lastig gevallen in de sportschool? Of vinden jullie de mensen, hoe zijn de mensen in jullie gym? Eigenlijk wel oké. Want ik vond het eerst best wel lastig om... Zeg maar, je hebt niet echt per se een mannengedeelte, maar die krachtding is gewoon... Daar staan best wel veel grote mannen. En de eerste keer dat ik daar ging sporten, dacht ik ook van... Je hoort jullie bij ons ook echt zo keihard schil. Je hoort het echt zo... En als je daar nog tussen gaat staan de eerste keer... is dat wel een beetje lastig. Ja. Vind ik dat wel een beetje... Ja, vind ik wel lastig. Maar nu, weet je, ga ik er gewoon vaker heen. En ja, boeie, ik doe gewoon ook mijn eigen ding. Ik heb mijn koptelefoon op en ik zie het wel. Ja. Maar ja, Luna en ik wij gingen 2 weken geleden... ik was aan het sporten en kwam Luna tegen, dus ik kwam binnen. En ik zei, oh, doe even met mij mee 10 minuutjes buikspieren. Ik heb gewoon zo'n video met zo'n setje en die doe ik dan mee. Zei Luna, ja, dat is goed. Dus wij gaan zo liggen. En de eerste keer dat we omhoog komen, horen wij zo... Zij zo, weer omhoog, zo die sit-ups weer. Het ging gewoon een half uur lang door. Er was zeg maar een man aan het kickboksen. Maar een soort van elke stoot die hij deed kwam bij mij ook echt net naar boven. Oerkreet uit. En dat bleef doorgaan die volgende 10 minuten. En wij konden ons gewoon niet inhouden. En was echt... Dat was heel grappig. Ja, hij moet ook zijn gevoel... En een vriend van mij die was dus ook aan het sporten tegelijkertijd toen wij dat aan het doen waren. En die appte mij ook gewoon van, yo, deze guy. Het gaat gewoon door de sportschool. Ja, je hoorde hem echt over de hele sportschool uit. En niet normaal. Maar in de sportschool staat ook altijd van die hele opgepompte guys. En dan denk ik, ik vind dat echt niet mooi. Ja. Ik vind het te... Ik vind het ook een beetje te. Maar zolang je je goed voelt in je eigen lichaam. Ja, maar volgens mij, ik geloof niet dat dat allemaal sporten is. Ja, nee joh, dat denk ik ook niet. Nee. Ja, doen jullie aan pre-workout, proteïnerepen? Nou, ik heb 1 keer pre-workout geprobeerd, maar dat is gewoon niks voor mij. Ik ben altijd dan helemaal aan het trillen in een sportschool. En ik heb echt een paniekaanval. Ja, het is echt, ik heb het nog nooit pre-workout gedaan. Nou, 1 keer nooit meer. Ik sta toch echt gewoon gelijk aan 6 kop koffie of zo. Ja, het is echt, ik heb sowieso echt een paniekcase.
Dus ik, god. Nee. En wat, dat is ook nieuw. Op TikTok zag ik dat voorbij komen. Creatine of zo. Creatine. En daar krijg je er heel veel puisten van ook. Nou, creatine blijkt dus wel gewoon goed te zijn. Maar misschien moet ik niet te veel zeggen voordat mensen in de comments komen. Nee, dat is niet zo. Je krijgt er volgens mij echt heel veel rugpuist van. Oh. Dit is heel specifiek. Ja, maar dat is echt zo. Ik zat ook bij een vriend van mij die het gebruikte. Die kreeg dan echt helemaal vol hun rug. Oh. Zei dus, ja, de creatine. Maar wat, waarvoor is dat? Volgens mij, als ik het goed heb, maar ik weet het niet zeker, zorgt ervoor dat je spieren vocht vasthouden of zo. Dus dat je meer pump. Volgens mij. Ik heb er zo geen verstand van. Ik heb wel, ik moet zeggen dat ik wel voor de girlies qua gym, vind ik wel dat ik aardig wat verstand heb inmiddels. Want ik kom best wel lang sport, dat ik wel weet van, maar als het gaat om supplementen of ik ook maar niet. Ik moet ook zeggen, dit denk ik, hè, maar ik weet het niet zeker. Ja. Dus als iemand het weet in de comments. Ik heb trouwens nog een goede tip weten. Voor de mensen die in de gym hè, dat had ik gedaan. Er is een app, het heet Muscle Wiki. Slee. Kennen jullie dat? Nee. Maar je kan dus, het is zeg maar, je ziet een poppetje en je kan of man of vrouw doen, wat jij wilt. En dan klik je zeg maar op een spiergroep, dus stel je wilt je buik trainen, klik je zeg maar op de buik. En dan krijg je dus allemaal oefeningen, filmpjes en dingetjes van, oké, dit zijn de oefeningen die je daarvoor kan doen. En je kan natuurlijk wel met jezelf maken, maar als je niet weet van, weet ik veel, je wilt dit weg. Ja. Dan kan je er gewoon op klikken en dan kan je het gewoon zien. Dat is best wel chill. Dat doet me een beetje denken aan, ik zag laatst een TikTok van zo'n sportschool in Amerika. En die had dus een spiegel, een hele grote spiegel, met allemaal soort poppetjes erop. En dan kon je dus ook inderdaad erop tikken en dan kreeg je gewoon allemaal oefeningen op dat scherm. Gewoon bij die spiegel. Dan kon je en naar jezelf kijken en naar die oefening. Toen dacht ik, wauw. En op TikTok heb je nu best wel veel mensen die oefeningen laten. Vind ik fantastisch. Echt chill, ja. Heerlijk die TikTokjes kijken. Echt tof. Ja. Ik merk dat ik nu in de gym, ik had inderdaad eerst ook, je hebt echt zo'n mannengedeelte en een vrouwengedeelte. Ja. En het vrouwengedeelte is dan meestal waar de matjes liggen en de spiegels zijn. Meer omdat je dan je buikvier en shit kan doen. En die mannen die zijn echt raar. Yeah. Maar nu, ik ben alleen nog maar bij die kracht. Ja, ik ook hoor. En ik voel me daar helemaal thuis. Ja. Ik wil je niet dat ik tussen die 30 opgepompte guys staan ook steeds meer meiden daar, denk ik. Ja. Dus bij mijn sportschool wel, er staan steeds meer meiden daar. Maar ik voel me ook gewoon, dat het boeit me ook niet als iemand naar me kijkt. Ik kom gewoon elke keer weer in mijn cute ass leggingje met matching sport BH. Ik heb een doorschijnende legging, Ik kom gewoon in mijn doorschijnende legging met gele string. I don't give a fuck. I don't care. En ik heb soms wel dat mannen je aanspreken of net te lang kijken of zo. Maar ik heb dat echt gewoon uitgezet. Dat ik denk van nee. Goed. En ook als een man naar mij toe komt om een soort van weird opmerking te maken, dan hou ik gewoon mijn koptelefoon op en dan geef ik me gewoon die. Wat doe jij? En dan denk ik dat wel van, Oké, laat maar. Ik word dus echt bijna nooit aangesproken als sport. Maar ik denk dat ik er gewoon echt zo erg uitzie als een sukkel, zoals ik sport. Een sukkel? Ja, ik dacht wel eens, nee, totaal sporten? Niet. Maar ik dacht wel eens van, oké, ik ga cute voor TikTok een video maken van hoe ik sport en zo. Toen keek ik het later terug naar mijn gezichtsuitdrukkingen. Dat is echt het raarste ooit. Als je zo'n hip thrust doet, dan zie je mij echt zo helemaal met een verkrampt gezicht. Toen dacht ik, ja, ik snap wel dat niemand op mij afkomt. Ik vind het ook knap dat van die meisjes op TikTok dan dat helemaal gelopen te filmen, want ik vind het punt 1 fucking awkward om zo'n ding neer te gaan zetten. Heel statief mee te sjouwen naar het ding. Want echt gewoon mensen komen met heel statief zo alles neerzetten, alle hoeken. Dan denk ik, ja, dat durf ik al niet. Punt 2 heb ik er ook niet echt genoeg verstand van om dat te doen, maar nog. En dan denk ik, ja, ik zie er ook echt walgelijk uit. En al die meisjes zijn helemaal cute. Ja, hoe kan dat? Met make-up op of zo sporten. Als je dat wel doet, ik snap wel dat naar de sportschool gaan is voor heel veel mensen sowieso een stap. Dus dan kan je het je helpen met dat je fijner voelt. Ja, maar ik voel me dan helemaal alsof dat make-up met mijn poriën zo in mijn huid Maar ik moet je wel zeggen over dat met een statief en dat filmen en zo. Ik voel mezelf ook altijd heel awkward daarbij. Alleen, als ik andere mensen het zie doen, denk ik nooit van, nou, dat vind ik raar. Echt nooit. Ik denk ook, girl, ik wil graag je video's bekijken. Ja, maar ik weet ook dat best wel veel mensen met sporten hebben, misschien ook mensen die dit luisteren, dat best wel veel mensen hebben van, ik durf niet echt naar een sportschool, want ik vind het, of die durf alleen op de loopband of op de apparaten, maar die durf bijvoorbeeld niet met echt losse gewichten te trainen, of zo'n hip thrust te doen, zeg maar. Omdat ze een beetje bang zijn hoe het eruit ziet, of dat ze het niet goed doen. Maar ik heb wel echt geleerd, ik was vroeger ook wel eens iemand die dat een beetje spannend vond. Alleen het maakt echt letterlijk niet uit. Als ik in de gym sta, je moet altijd gewoon zo denken, als jij in de gym staat en je ziet iemand iets doen wat misschien niet helemaal zo hoort of misschien nog niet zo goed eruit ziet. Ik kijk er echt niet naar om. Het maakt me gewoon zo niet uit. En ik denk dat je dat gewoon echt in je achterhoofd moet houden van, iedereen is daar letterlijk voor zichzelf. Het maakt echt niet uit. Ik heb wel dat ik soms iemand echt iets heel erg fout zie doen. En dan denk ik alleen maar, meer voor jezelf. Ik kan echt een hernia krijgen. Maar dan denk ik één seconde,
En dan ga ik weer door met wat ik aan het doen ben. Ja. Ik heb wel soms dat mannen... Sorry, I love men. Maar soms in de gym moeten jullie echt stoppen met praten. Dat een man dan naar me toe komt om te zeggen dat ik iets anders moet doen. Maar dan denk ik... Ten eerste, ik hoef jouw hulp niet. Dus zelfs dat iemand naar je toe komt en je ongevraagd fashionadvies gaat geven. Ja, was dit met jou? Niet. Ik was een oefening aan het doen die je zeg maar voor zowel je rug kan doen als voor je onderrug en je billen. En zo. Ja. Het ligt er maar net aan hoe je hem doet. Dus ik was het aan het doen. En ik lag al best wel in een... hoe zeg je dat? In een houding waarvan ik denk... Ah, ik voel me nu best wel kwetsbaar. We zijn helemaal bent over, zeg maar. En toen kwam een man naar me toe van... Ik hing op zijn kop, hij zo... Je moet het anders doen. Je moet zo kijken. En ik zo, oh nou ja, dat zou inderdaad zo zijn als ik het voor mijn rug deed, maar ik doe het voor mijn benen. Yeah. Zei die, oh, nou, je billen hoef je niet meer te trainen hoor, schat. En dan zo fucking hard. En dan denk ik echt, meneer, waarschijnlijk heb jij 8 kinderen. Ten eerste, ik kan ook sowieso heel slecht tegen kritiek. Dus dat ik vroeger ook met sporten... Je moet mij gewoon niet vertellen wat ik moet doen. Yeah. En dan helemaal niet als het daarna leidt naar iets over mijn billen. Maar ik had het vroeger ook heel erg. Hoe waren jullie vroeger met sporten? Hebben jullie veel sportjes beoefend? Nou, het is grappig. Noah en ik kennen elkaar van sport van vroeger. Ja, want wij hadden alle twee... ik heb vroeger op de balletacademie gezeten. Toen was ik denk ik... Ik was in groep 6 van de basisschool of 7 van de basisschool dat ik daarheen ging. En dat is heel pittig. Het traint gewoon echt 30 uur per week of zo. En dat naast... Toen naast de basisschool. Maar toen op de middelbare school ging dat ook door. Werd ook steeds meer. En dan heb je ook nog voorstellingen als je erin zit. Dus dat was wel echt een hele pittige tijd. En ook heel streng. Want ieder jaar moest je auditie doen. En kon je van de school afgegooid worden. En ieder jaar viel gewoon de helft van mijn klas. Ja, moest weg, zeg maar. En dat heb ik tot en met de derde van de middelbare school gedaan. En toen moest ik dus ook weg. Maar ja, dat was echt een hele leuke tijd. Maar wel heel erg... Mijn leven draaide echt daarom. Zeg maar, mijn voeding draaide daarom. Ik sprak nooit met vrienden af na school. Want ik had gewoon geen tijd. Ik was iedere avond om 9 uur pas thuis, zeg maar. Als het niet 10 uur was. En dan moest ik weer om 9 uur op school zijn. Dus als ik nu terugrijd, denk ik wel van... Ja, ik heb zoveel opgegeven daarvoor. Alleen, dat was toen gewoon echt mijn droom. Ja, dus zou je zeggen dat je was doorgeslagen erin of zo? Of vond je dat gewoon normaal? Nee, ik denk niet doorgeslagen. Want ik was ook wel heel erg bewust van... ik wil dit en dat doen. Mm-hmm. Alleen ik had gewoon geen tijd. Yeah. Ik moest gewoon opkomen dagen, want je kan niet komen, zeg maar. Maar voor je droom moest je gewoon dingen laten. En dat was geen probleem, want je wilde het. En het is grappig, want toen ik eraf moest... ik heb dus... Sommige mensen reageerden de laatste tijd ook onder mijn video's. Dat ik echt denk van... Ik weet dat ik het heb. Waarom moet je denken dat ik het fijn vind om... Ja, ik heb scolioos in mijn rug. En dat is ook de reden waarom ik van die school ook deels af moest. Want ja, met dansen, met topsport kan dat gewoon... Ja, kan je houding. Ja, belemmerd worden in sommige dingen. Alleen sommige mensen reageren dat de laatste tijd onder mijn video's ook echt denk van... Denk niet dat het ook echt van... She has scoliose. Zeg maar, denk niet dat ik dat zelf... Ja, zeg maar, als je nog lief in mijn DM zou sliden van... Ik heb het zelf. Ik weet niet of het je ooit is opgevallen. Maar meer zodat je het weet. Zou ik nog denken van... denk je dat nooit iemand het heeft gezien? Maar dank je wel, zeg maar, voor het zeggen. Yeah. Alleen, soms vind ik dat zo naar. Dan denk ik echt van... Ja, denk niet dat ik het vervelend vind of zo. Ik heb echt 4 jaar in een corset gezeten. Toen ik echt 10 was. Oh, wow. En dan mag echt een half uur per dag af. En dat doet echt fucking veel pijn. Dus ik heb zoiets van... Denk dat ik het chill vind als je dat reageert of zo. Maar goed, bij deze dus allemaal. Ze is er van bewust. Ik ben er van bewust. Maar dat was toen ook de reden dat ik eraf moest. Ik was er echt kapot van. Ik vond het zo erg, want ik wilde zo graag ballerina worden. Oh. Alleen echt een half jaar later dacht ik echt... Wauw, dit is echt best wat me ooit is overkomen dat ik daar weg ben. Ik denk dat ik gewoon nog nooit had gedacht aan een wereld zonder dansen, zeg maar. En ook zo heftig trainen elke dag. Dat lijkt me ook heel Terwijl ik danste trouwens nog wel daarna. Toen ging ik naar meer een hip-hop school ook. Mm. Heel iets anders. Maar ik denk dat... Ik weet niet, je bent dan zo... Je leeft gewoon een soort tunnelvisie van alleen maar doen... Maar dat is best wel academisch stijl, denk ik ook. Ja. Om echt vol voor iets te gaan. En eigenlijk alles wat daarbuiten... Ja. Dat kan gewoon bijna niet of zo. Maar hetzelfde. Ik heb natuurlijk ook dansen gedaan. Was eigenlijk hetzelfde. Maar ik heb dans ook echt al sinds ik kon lopen. Ja. Was ik al aan het dansen. En toen op een gegeven moment... Toen in de eerste ging ik naar Lucia.
En toen eigenlijk hetzelfde als wat jij zei. Echt, dat was gewoon 30 uur in de week. Zo intens. Krachttraining, maar ook gewoon meerdere stijlen dansen. Je werd daar best wel gewoon gedrild. Maar ik weet niet, ik heb dat altijd wel fijn gevonden. Want op mijn vorige dansschool was dat ook altijd gewoon... Ik deed altijd wedstrijden en ik weet niet. Ja, ik vond het heel fijn om altijd bezig te zijn en... Ja. Het zit gewoon in je dan ook. Ja, daar heb ik wel echt doorzettingsvermogen door gekregen. En gewoon, ja, ik weet niet. Ik ben altijd wel blij. En ik heb echt in een ver verleden judo gedaan. Oh, echt? Nice. Oh, dat is heel goed. Nou, misschien echt iets van 5 lessen, niet meer. En ik weet ook niks meer. Ik snap dat. Maar het was best wel cute. Wat nice. Ik wil dus heel graag een keer ook een vechtsport doen. Ik denk echt dat ik me... Soms voel ik me een beetje onveilig in sommige situaties. En ik denk echt dat als je een vechtsport doet, dat je... Ik zei helemaal zo. Ik doe kickboksen. Een aantal jaar. Ja. Echt? Cool. En toen ik het verhaal vertelde, stond ik al... ik wil ook kickboksen. Ik heb wel ook oprecht... Ik heb een paar jaar echt op een kickboksschool gezeten. Eerst train ik met de mannen mee. Maar dat was gewoon niet te doen. Want het waren gewoon beren van 2 meter. Yeah. Dus ik had ik altijd in de hoek zo, soort van 1-1. En toen op een gegeven moment kwam er een vrouwenklas en dat deed ik in Den Bosch. En dat vond ik zo vet. Ik vond het echt heel leuk. En toen ging ik verhuizen naar Amsterdam. Het was dus toevallig mijn bovenbuurman wereldkampioen. Oh mijn god. Kickboxer geweest. Wat cool. Dus nu, toen had ik van hem zeg maar 1-op-1 training. En ik ga het nu ook weer oppakken. Want ik vind het echt zo vet. Maar hiervoor was mijn sportcarrière echt... Ik heb echt medelijden met mijn ouders, want ik maak altijd muziek. Dus ik heb ook een beetje het idee van of je bent goed in het een of het ander. Yeah. Sporten was het niet voor mij. Gym was het niet voor mij. Ik kon niet tegen vries. Ik kon ook niet tegen teamsporten, want als iemand anders dan iets fout deed, dan werd ik zo boos. Dat ik dacht van, jij hebt het verpest voor mij. Oh, maar dat ben ik dus zo ik erg altijd, ook. Ik heb dat merk ik wel echt heel erg. Vorige zomer gingen wij volleyballen. En dan deed ik gewoon 1 keer iets verkeerd. En dan hoorde je Julia echt zo, Luna! Ik dacht precies oh mijn god. Dat is helemaal niet leuk om met mij te doen, want ik wil gewoon winnen. Ja. Dus dan doe ik het liever alleen, want als ik dan vries... Ik was gewoon helemaal bang als ik een bal moest slaan, want ik hoorde Julia zag gewoon weer zo naar mij kijken. Ik heb de sporten die ik heb gedaan, synchroon zwemmen. Echt? Ja, want ik wilde alles doen. Zo, dat vind ik echt niks voor jou. Ik heb het ook niet lang volgehouden. Ik vind het ook echt niks voor jou. Nee, synchroon zwemmen, korfbal, handbal, voetbal, hoe heet het ook weer? Honkbal. Tennis wilde ik, maar mijn moeder zei echt op een gegeven moment, Julia... En nu is het klaar. Jij kan het niet. Het is niet voor jou. Geef het op. Tennis is wel echt heel leuk. Ik doe het de laatste tijd. Ik vind het echt heel leuk om te tennissen. Ja, ik wil ook een keer tennis. En padel. Maar dat is gewoon... Ik heb ook op een padelbaan gewerkt. Nog nooit in mijn leven gepadeld. En dan vroegen mensen mij... Klopt het dat als ik dan dit nu in dat vak heb gedaan... dat ik dan win? Zei ik altijd... Ja. Ja, klopt. Geen idee. En als soms zei ik Google het. Oh, maar ik vind jou wel echt iemand die padelt. Nee, jij wel zeker. Ik zat achter de balie. Nou, ik heb het wel een keer gedaan, maar ook niet heel veel. Maar ik vind het lijkt me wel... Ik heb wel... Nee, ik word gewoon te fanatiek. Ik stop gewoon met alles. Ja. Ja. Niet meer doen. Ik wil nog zeggen, ik vind het heel zielig voor die meid waarmee jij dan synchroon zwemde. Want die kreeg waarschijnlijk iedere keer als er iets fout ging, ging jij haar schuld geven. Hé, hey, het komt door jou. Je zwemt niet goed genoeg. Niet mooi genoeg. Nou, weet je wat ik dus wel echt een superleuke sport vind om te kijken? Dat lijkt me zo cool om dat te doen. Nee, Formule 1. Ja, ik wist dat je dat ging zeggen. Ik vind het ook zo leuk om te kijken. Ik vind dat ook zo leuk om te kijken. Terwijl ik, volgens mij zijn er helemaal niet heel veel meiden die dat heel leuk vinden. Maar ik ben het ook mee gaan kijken door mijn vriend, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vind het zo leuk. Ik vind het fantastisch. Ja, ik vind het ook zo leuk. Ze zijn ook allemaal heel lekker. Yeah. En ik vind het echt lekker. Vind ik niet. Want meestal is het op zondag. Of zaterdag, zondag. En dan ben ik vrijdag, brak. Zaterdag en zondag. Maar de wedstrijd is op zondag. Ja, en als het dan de race is, dan ben ik altijd meestal brak. En dan ga ik al met mijn vader kijken. En dan zie ik zo die autootjes zo heel geleidelijk zo over die banen dan. Het lijkt me zo leuk om dat een keer te doen in zo'n auto en dan een race. En oké, misschien niet Formule 1, dat is wel een beetje... Weet mijn je vader heeft vroeger racen. Cool. Ja, dat lijkt me echt zo leuk, omdat ik een keer in een auto... Soms zie ik ook op mijn TikTok van die vrouwen die dan... ook zo rijden, dan denk ik echt, ja, dit echt is ding, echt zo dat dik. Is echt cool. Wie is jullie favoriete Formule 1 coureur? Qua uiterlijk? Of... Ja, qua uiterlijk. Qua prestatie. Dat is natuurlijk het enige waar jullie naar kijkt, dus qua uiterlijk. Qua uiterlijk, even denken. Ja, ik zie ze allemaal voorbij komen, dan denk ik, ja, maar ik weet even de naam niet gaat meer. Gaat ook zo snel natuurlijk. Zo is Lewis Hamilton natuurlijk, is ook gewoon ja, een... Ja, die vind ik nee. Jawel, Hamilton is echt leuk. Hamilton maar ik vind Lando Norris echt een cutie. Oh nee, ja, ook niet. Schatje, zijn echt allemaal cuties. Hij is wel cutie, maar gewoon cutie. Nee. Ik vind Charles Leclerc, ja. Leclerc? Ja, zeker. Mochten jullie allemaal nog vrijgezel zijn? Nou, wij volgens mij hebben we allemaal vriendin, toch? Of niet?
Geen idee. Ik moet je zeggen, ik kijk gewoon de race, ja. Maar het is niet dat ik ze opzoek of zo. Om dan te kijken of ze vrienden. Nee, dat doe ik ook niet. Wie is volgens jullie de hotste sportvrouw op dit moment? Oh. Weet je wie ik wel echt knap vind? Oh, ik vind Jutta Leerdam wel echt knap. Ik wilde dat zeggen. Ik vind haar wel echt heel natuurlijk knap. Nu helemaal. Ja. Ik denk dat we gaan afronden daarmee. Ik heb helemaal zin om te sporten nu. Ik ook. Ik wil echt naar de sport. Nou, sorry, maar als je straks één stap buiten zet, dan heb je echt geen zin meer. Ja, ik ben ook heel warm gekleed. Ik zat op de scooter vanochtend en dacht ik, poeh. Poe, poe, nou, nou. Beetje warm hier. Beetje warm hier. Beetje warm hier. Hopelijk vonden jullie dit een leuke aflevering. Jullie kunnen ons checken op Spotify, YouTube, Snapchat, TikTok. Hebben we nog iets meer? Instagram hebben we ook. En hopelijk vonden jullie het leuk. En dan zien we jullie weer de volgende keer. Doei. Doei. So what? So what? So what? So what? So what? Zei iemand nou zo?